Chris en Bob krijgen exact 3 minuten de tijd om de klus te klaren. Ze zingen wel Geef het op, maar aan opgeven denken ze nog lang niet. Omstreeks middernacht weten we wie de uiteindelijke overwinnaar wordt. En wie wil kan het internationaal liedjesfestijn meemaken en vooral beluisteren in Nikam Stereo, maar dan wel op TV2. Meer tekst en uitleg krijgen we van TV1-journalist André Vermeulen vanuit Rome. En nu wordt het nog even aftellen tot 9 uur.